Hallootjes, ik ben Marieke en ik zit bij ons op school in de studentenraad. De studentenraad, kort gezegd, is de stem van de student. Wij proberen de studenten dus ten volle te ondersteunen om er een zo goed mogelijk mogelijke tijd van te maken. Ook een zo leuk mogelijke tijd natuurlijk. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat ze ons door het jaar altijd mogen sturen als er problemen zijn. We proberen ze zo goed mogelijk verder te helpen. En ja, tijdens de examens gaan we bloktips geven, maar ja, bijvoorbeeld ook tips voor pauzes te nemen. Want ja, pauzes nemen is ook kei belangrijk bij de examens, moet je nooit vergeten. En ja, het leuke dus aan de studentenraad vind ik, is één dat je gewoon in een superleuk team zit, de studentenraad zelf. Maar dat je ook voor super toffe mensen een hulp kan bieden bij ons op school. Dus ja, iedereen kan gewoon bij ons terecht en het is een super fijn gevoel als je de rest kan helpen. Wat ik zo leuk vind aan onze school is dat iedereen zo open is. Je kan altijd met de studenten babbelen. Je moet je daar niet voor schamen. Gewoon een babbeltje aanslaan. Iedereen is super open bij ons op school. En ja, wat ook leuk is, is dat de lectoren ook echt super toffe mensen zijn. Dus als je zijn lector na de uren tegenkomt, praat daar gerust tegen. Ze zijn echt heel vriendelijke, toffe, open mensen. Dus die geven je dan ook gewoon een fijn gevoel als je daar een band mee opbouwt. Voor activiteiten kun je ook altijd bij ons terecht, want we organiseren bijvoorbeeld een barbecue of een samenkomingsmomentje met de school. En bij SOCA, dat is de studentenvereniging bij ons op school, kun je ook altijd terecht, want die organiseren door het jaar nog meer activiteiten. En dat is echt een super toffe bende. Dus je kan ze eens opzoeken op Instagram of op Facebook, daar kun je ze vooral vinden. En ja, het enige wat ik kan zeggen is, ja, ze staan echt altijd open voor mensen. Dus ga daar eens gerust naartoe als je eens verveelt of nieuwe mensen wilt leren kennen. Want nieuwe mensen leren kennen vond ik persoonlijk het engste aan naar Leuven komen, omdat ik van Lommel kom, dat is een vrij ver van Leuven. En ja, ik kende daar dus praktisch niemand. Dus ga ervoor, ga gesprekken aan met mensen. Dat is de enige tip die ik kan geven. Ga gesprekken aan met mensen. En SOCA kun je daar ook mee helpen. De CSR kan je daarmee helpen om je te ondersteunen, om je goed te voelen. En ja, ik heb natuurlijk niet de enige tip, ik heb nog een tip. Maar als je met problemen zit, bijvoorbeeld ja, op kot gaan is heel stresserend voor elke student. Dat wil ik al meedelen, je bent niet alleen, er zijn superveel studenten die voor de eerste keer op kot moeten gaan. Maar je kan altijd met je vragen bij school terecht. En dat klinkt een beetje vreemd natuurlijk, maar school helpt je wel echt. Je hebt de studentenbegeleiders, de CSR zelf, uw medestudenten. Die helpen jullie allemaal om er echt een zo tof mogelijke tijd van te maken en u te helpen met al uw problemen die je hebt. Dus ik hoop echt dat je de goede studiekeuze kan maken. En als dat bij ons op school zou zijn, zou dat echt helemaal top zijn. Want we zitten echt in een school vol met toffe mensen die allemaal openstaan voor nieuwe mensen en er echt een superleuke tijd van te maken.